Nou, ik ben eigenlijk wel benieuwd, want de huizenprijzen blijven stijgen en de rente ook. Dus wat ga je daar dan aan doen? Nou, er zijn gebieden, bijvoorbeeld in Amsterdam, dat ze ook echt woningen beschikbaar stellen. Ook voor dus het bedrag wat u verdient en waar u daar ook zou kunnen wonen. Maar als je kijkt naar hoe de inkomens zijn. Nou, daar heb ik niks van. Ik heb nog een andere oplossing. Oké. En die oplossing is voor beide dames, misschien niet morgen, maar wel eerder dan bij hun, dat ik vind, en ik onbegrijpelijk dat niemand dat noemt, dat we Nederlanders weer op één gaan zetten. Het is onbegrijpelijk dat in dit land statushouders dat mevrouw 19 of 20 jaar, weet ik hoe lang moet wachten, dan de andere mevrouw ook moet wachten. Terwijl in Nederland, als het gaat om starters, hè, alleen om starters, is 33% van de toewijzingen van nieuwe woningen gaan naar statushouders en met voorrang.